Hallo, ik ben Rick. En dit is mijn probleem. Ik moet een paard gaan ophalen. En ik heb geen idee hoe. Maar Verona komt me helpen. Of toch niet? Hier gaan we. Het eerste wat je nodig hebt is... Je ziet het daar al liggen. Een dekje. Toch? Ja, begin maar. Oké. Ik zie hier een aantal dingen liggen. Dit lijken op een soort van peeskappen, maar dat zijn het waarschijnlijk niet. Al knap dat je weet dat er peeskappen bestaan. Ik heb de video van Miss Ed gezien. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan daar. En dan. Zit die? Maar er moeten nog dingen omheen. Nee, we gaan niet springen vandaag. Oh, we gaan niet springen vandaag. Dus deze is niet nodig. Jawel. Maar dit is wel nodig. Oh, sorry voor Rona. Oké. Dan komt het dekje. Zo. Toch? Zit die goed? En dan het zadel. Oh nee. Wat is dit dan? Ik heb geen mogen. Probeer het maar. Kijk maar hoe ver je komt. Moet dit ding eraf? Ja, hè? Tadaa. Ik zal achter je even komen. Ja. Ik weet dat ik het niet zo tof vind. Maar het moet gebeuren. Oh, wat is het ding zwaar. Ik moet wel zorgen dat hij goed recht ligt. Oh, er komt. Nee, ik heb hem niet gezien. Hallo hond. Ja. Dan kan dit hier los of zo. Toch? Wat ga je doen dan? Daar moet ik nog even over nadenken. Oké. Tadaa! Maar hij moet toch nog vast? Maar goed idee. Oh, daar is dat ding voor. Oh, dat zag ik Tessa een keer doen. Doe je dat... Oh, hij moet hier. Toch? Weet het niet. Niet doen, Ro. Nee. Nee, dat is niet logisch. Nee, je mag niet draaien. Hoe zit dat dan? Verona, help. Je kan toch wel een riempje vastmaken, even serieus. Het moet hij zo. Tuurlijk, doe jij maar zo. Krijg maar vast als jij denkt dat het moet. Ik weet het echt niet. Hij zit vast nu. Hij heeft in ieder geval iets goed gedaan. Hij zit vast, dat was je doel. Oh. Je moet hier doorheen zo. En dan zo. Toch? Wat zit jij nou te lachen? Zie je ook niet heel veel anders of zo hoor. Dus. Nee, maar kijk. Ik kijk. Zo moeilijk is het toch niet? Uiteindelijk moet je zo komen. Zo. Ik weet het niet. Help nou. Zo, gaat dit hierin? Wil je niet mijn zadel slopen? Dat kost geld. Doe dan lekker zelf. Nou, maak hem gewoon vast. Zo moeilijk is het niet. Ik zal je een hint geven. Zo, ik zal eentje een stukje voordoen.
Wil je de singel echt zo? Kijk even, zo. Denk je dat dat een goed idee is, anatomisch gezien? Nee, draai hem om. Jij draait hem om. Zo, en dan doe je, ik zal eentje voordoen. Die gaat daar doorheen. Nou ja, ik moet toch het hele zaal zo meteen opnieuw doen. Dus, opnieuw? Ja. Overnieuw of vast op? Nee, het is al opnieuw. Opnieuw doen. Maar het is gewoon meer verantwoordelijk dat het opnieuw moet. Het ging toch perfect? Nou, inderdaad. Kijk, ik zal het zo even aan de kijkers laten zien. Dan moet deze daar doorheen. En dan doe je hem gewoon dat dingetje erin. Tadaa. Oh. Gek. Ik snap er ook niks van. Oh. Ik heb net die erachter gemeld. Denk je, moet even de paard afhelpen. Okay. Zo. Was ze niet ondertussen. Tada! En nu? Gaan we naar de andere kant. Oké. Okay. Zie je die zo? Hier ben ik. Oh, hoe. Ik heb hem. Goed zo. Ja, de voet hoeft niet omhoog hoor. Laat maar lekker staan. Waar zijn die dingen nou gebleven? Ik heb ze. Verona, kan je een beetje indiepen? Ik hoef het niet zo strak te doen, want ik moet toch opnieuw doen. Opnieuw, sorry. Het is zo strak, hij past helemaal niet. Hi. Hi. Hij is te kort. Ik heb je dekje. Ik heb je dekje. Oh. Hij is te kort. Nee hoor. Ik wil wel geen pijn doen. Je doet er geen pijn. Oh, oh, één gaatje. Op het eerste gaatje. Ik probeer het eerste gaatje in. Oké, top. Ah, pas op. Dan de tweede. Heel goed. Nou, dan laten we nu even zien hoe jij gezadeld hebt. Oh nee, we zijn nog niet klaar. Oh, we zijn nog niet klaar, natuurlijk. Ja, jij denkt dat het zo goed is? Hij is perfect. Oké, perfect. Goed, de beugels die hangen al los voordat je erop zit. Daar zit de singel. Dat is op zich nog wel een soort oké. Hier zit het dekje. Zo. Hier zit de achterkant van het dekje, zit onder het zadel. Hier zit de voorkant van het dekje, zo. Is die opgedraaid? Ja. Oh. Dus, nou ja, goed, single hebben we een beetje bij geholpen. Dus dat ga ik eventjes opnieuw doen, daarna mag je het hoofdstel doen. Nou, nu hebben wij een hoofdstel. Met een bit. Oh, dat bit, daar heb ik verhalen van gehoord. Dat is echt een, dat is een dingetje. Dus het eerste wat je doet is haar losmaken, toch? Ik zou eerst het, ja, oké, doe maar. Is het een beetje in de knip? Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar dat heb ik nog nooit voor elkaar gekregen met mijn hoofdstel. Je voorzichtig, kost geld. Eén tip. Zo. En dan dit even los. Zo, en dit zijn de teugels. Oh. Dus dat gaat eerst over de hoofd heen, nadat je dat los hebt gemaakt. Dus dit moet los. Uh-huh. Naast haar gaan staan. Aan de kant van de stal is handiger. Kiekeboe. Dan staat ze helemaal los, dat vind ik geen goed idee. Eerst de teugels over de hoofd. Rona. Dat kan je nog niet eten, dan moet water bij de hoofd. Ja. Kan je nog niet eten? Nee. Dan dat gaat ook nog. Waar ben je? Dit moeten we over de hoofd, zo. Ja. Oké, okay, nou dan kan dit er nu zo af. Ja. Hang maar aan de stal. Ja.
Is dit dus over de oren? Ja, maar nou kan... Ja, oké. Okay. Dan volgen we hem niet over. Zo. Ja. Dat is het wel leuk. Ja, maar wit. Je gaat vandaag witloos rijden? Ja, nee. Ik zit even in de beneden. Wat moet ik met dat wit doen? In haar mond. Ja, dat... Ze zitten... Oh, dit ding moet als laatste. Toch? Ja, ik wil zuchten. Corona. Hey. Ik zou naast haar gaan staan, dat helpt ook. Je zit eerst in, toch? Ja, mag. Probeer maar. Nou, vandaag nog, kom. De schapen. Dan kan ik toch geen bed in doen. Probeer me af te leiden. Ja, heel goed, heel goed. Zachtjes. Hier, nog een oor. Volgens mij zit hij al lekker zo. Nee, maar ik ga er wel redden nu, want nou, sluit maar even af nu, voor nu, en dan doe ik het hoofdstel daarna wel goed. Nu heb ik gezadeld en morgen ga ik rijden. Vergeet niet te kijken, vergeet niet te abonneren als je dat wilt zien. Vergeet niet een duimpje achter te laten omhoog. En ik zie jullie morgen weer. Doei!